Ik ben Angelique van de Venne van Broodnodig. Globaal staat brood op nummer 1 op de voedselafvallijst. 1/3 van alle voedsel dat wordt geproduceerd wordt weggegooid, waarvan 80% nog eetbaar is. Officieel vanaf 21 januari is Broodnodig een stichting die zich gaat inzetten om de broodafvalstroom in Rotterdam te sluiten. Onder het motto No Bread to Waste willen we een gedragsverandering en bewustwording ten opzichte van het weggooien van brood. Met als doel het verminderen van broodafval. We beginnen met het ontwikkelen van de Broodnodig 010, een rendabele broodvergister voor bakkers en kinderboerderijen. Want brood is een uitermate geschikte bron voor biogas. We hebben nu al 3 broodnodige testsites, waaronder 1 bakker Jordi's in Phoenixloods en 2 kinderboerderijen De Molenwei en De Kraal. Die staan te popelen om met ons aan de slag te gaan. Broodnodig doet mee aan de 4e editie van Crowdforce Rotterdam en daar willen we de volgende vragen stellen. Ten behoeve van ons haalbaarheidsonderzoek willen we zoveel mogelijk data verzamelen in Rotterdam. Hoe maken we jou bewust van het probleem van broodafval en mobiliseren we jou tot actie? Noem mogelijke markten behalve de bakker die rendabel zijn voor onze broodvergisters. En vertel ons waarom. Denk jij ons te kunnen helpen? Kom dan 28 januari naar Crowdforce Rotterdam. Of stuur een e-mail.